Yo, wat up gasten en welkom bij de allerlaatste Team of the Year pack opening. We gaan het nog één keer proberen. We gaan nog één keer proberen die blauwe speler te packen. Koen, oftewel Donald Presnel, heeft een insane pack gekregen. Echt een veel te zieke. Ik zou de link daarvan in de beschrijving zetten. Is echt de moeite waard om te kijken. Maar voordat je dat doet, kijk eerst deze video af. Want misschien overkomt ons wel hetzelfde. Je kan nog één keer gebruik maken van de kans om Team of the Year te packen, anders moet je weer een jaar wachten. Koop dan nu coins bij vivacoinservice.com en gebruik de code FCR voor korting op je aankoop. En daarnaast doe je dan ook automatisch mee met een giveaway van coins. Het is nu dus de laatste mogelijkheid voor ons om alle Team of the Year te packen. Ze zijn tot maandag in packs, het is nu zondag natuurlijk, maar we gaan proberen vandaag iets te krijgen. En anders hou ik het voor gezien. Ik heb veel te veel geld uitgegeven aan al die shitpacks. Ik heb echt veel te veel... Megapacks. 35k packs zijn shit normaal, toch? Nou, we openen er gewoon een paar. Dat maakt me eigenlijk helemaal niet zilver maar uit. Maar vandaag ga ik het hebben over heel veel dingen. Normaal ben ik nooit zo'n fan van video's waarin ik over mijn kanaal ga... Serieus, Rommel van Persie. Normaal ben ik nooit zo'n fan van dingen wanneer ik over mijn kanaal ga praten. Ik vraag natuurlijk altijd heel vaak jullie mening. En dat doe ik vaak via Twitter. Soms doe ik dat via Instagram. Ik zeg ook altijd aan het einde van mijn video's, vergeet me niet te volgen. Want soms is het gewoon handig. Ik had vandaag bijvoorbeeld de vraag gesteld aan mensen, wat voor een nieuwe road to zou ik moeten doen? Ik zat zelf te denken aan twee landen en die ga ik nu even uitleggen. Ik zat zelf te denken aan een road to Portugal. Heel veel mensen weten het niet, maar ik ben deels Portugees. Mijn overgrootouders waren Portugees, dus technisch gezien ben je dat dan 1/4, maar zo zie ik het niet. Ik spreek geen Portugees, ik heb het nooit gekund. Ik ben er nog nooit geweest zelfs. Misschien ga ik er deze vakantie met mijn vriendin heen. We moeten even kijken, dat zijn allemaal... Waarom praat ik over mijn vakantie in de packopening? Raoul, je begint off-topic. Maar ik zat te twijfelen tussen die twee. En dat komt omdat je een aantal mogelijkheden hebt met Portugal bijvoorbeeld. Met Portugal heb je naast Ronaldo ook gewoon... heel veel legends. Luis Figo, Pauleta, Rui Costa, Futre. Je hebt 7 legends of zo die je mee kan toevoegen. Maar met Argentinië, dat de tweede optie was, Roto Argentinië, zat ik te denken, oké, je hebt natuurlijk Messi, je hebt Zanetti, wat mijn favoriete voetballer aller tijden is. Dus alleen daarom zou ik het al eigenlijk moeten doen. Je hebt Crespo, die we kennen van Roto Inter. Je hebt natuurlijk Icardi, mijn favoriete speler op dit moment. Je hebt Palacio, andere Roto Inter legends. Je hebt heel veel mogelijkheden. En ik had dus op Twitter een poll aangevraagd. En ik had gezegd, welke optie lijkt jullie het beste? Heel veel mensen hebben gereageerd. Ik denk dat Argentinië gaat winnen. Wat ik zelf ook helemaal niet verkeerd vind. Omdat er dus heel veel interlegends bij zitten. Maar zo probeer ik dus via bepaalde dingen de interactie met jullie. Gewoon zoals ik dat altijd probeer te doen. Hoog te houden. En te zeggen van, oké, jullie bepalen ongeveer wat voor nieuwe serie op mijn kanaal komt. Vandaar dat ik ook denk dat het handig is als je me volgt op Twitter en op Instagram. Omdat je, als je mee wil bepalen met dat soort dingen, je even grote kans hebt als andere mensen die dat dan doen. Dan... Wat je ook misschien merkt is dat ik tot nu toe niet heb geknipt in deze video. En dat komt omdat ik mezelf wil leren uitdagen beter te worden in dat live commentaar geven. Met PokéFIFA is het natuurlijk zo dat ik alleen de hoogtepunten zie. Of laat zien. En dat ik alleen daarmee praat en heel veel dingen gewoon weglaat. Terwijl ik zoiets heb van ik zou eigenlijk mezelf meer moeten uitdagen om dat juist niet te doen. Want is deze spits slecht, zeg. Niet gek dat hij zilver is. Ik zou mezelf meer moeten uitdagen dat live te doen. En die mogelijkheid te kunnen hebben. Want ik ga... een vlog maken. En niet zomaar een vlog. Ik heb al een paar keer een vlog gemaakt. Ik ben een keer naar iets geweest dat ik heb gevlogd dat niet online is gekomen. Ik heb dus ooit mijn eerste vlog gemaakt die niet online is gekomen. Dat is best zonde. Ik heb die PSV-wedstrijd gevlogd die supergoed werd ontvangen. En ik ga binnenkort met dit lompe ding, dit logge grote lompe ding, inderdaad. Ik heb nog nooit gevlogd, maar toch vond ik het nodig om over te stappen van dit cameraatje naar deze. Want ik ga namelijk met niemand minder dan Robby en Matty op reis. We gaan een weekendje weg. We gaan naar Berlijn. Daar gaan we leuke dingen doen. We gaan op bezoek bij ons netwerk. En ik denk, weet je wat? Het zou me echt heel leuk zijn als ik dat ga vloggen. Natuurlijk is het met Robby en Matty altijd dikke pret. En zouden die video's ook helemaal goed moeten komen. Maar ik denk, misschien moet ik mezelf dan daarmee meer uitdagen. En proberen live meer te doen. Want bij vloggen is het misschien zo dat een kans zich voordoet die je dan in één keer moet vastleggen. Je krijgt geen tweede kans. Dus hoe kan ik dat beter doen door dat in een video te gaan verwerken? Hopelijk vinden jullie dat leuk. Hopelijk hebben jullie sowieso een blauw duimpje achtergelaten. En als je op een of andere manier nieuw bent en deze plannen bevallen je... rechtsback Argentinië, Sabaleta, die heb ik ook al zoveel gepakt. Doe mij dan maar gewoon Zanetti. Als je op een of andere manier die plannen leuk vindt en je bent nog niet geabonneerd, vergeet het dus ook niet te doen. Er komt dus een road to Argentinië aan. Hoogstwaarschijnlijk, tenzij mensen die nu het kijken nu ineens iets anders willen. Ik ga vloggen binnenkort met deze camera.
als mensen dat leuk lijkt, nou trouwens, als het lijkt het niet leuk, ga ik het alsnog gewoon doen, want ik heb er zelf heel veel zin in. Zoals je nu merkt is het me dus niet gelukt. Ik heb er niet aan kunnen houden. Ik heb geknipt in deze video, helaas, omdat ik gewoon even geen onderwerp meer wist, tenminste dat ik moest aansluiten. Ik wil over iets van FIFA hebben. Als je de video van gisteren had gezien, waren er twee, Never Ending Glory, heb je gemerkt dat ik... Ah, waarom dan niet Naldo? Dat ik ga stoppen met Never Ending Glory. Ik vond het zelf niet zo heel leuk meer. Ik vind FIFA live spelen veel leuker. En ik denk dat ik mijn Road to misschien ook wel live ga doen. Wel met hetzelfde systeem als met Road to Inter. Met die punten en zo. Want dat werkt gewoon natuurlijk het best. Anders wordt het heel moeilijk om bepaalde legends te krijgen. Maar misschien ga ik die wedstrijden wel live spelen. Iets anders dat ook weer FIFA gerelateerd is. Ik kreeg ontzettend veel de vraag. Raoul, wanneer moest ik mijn spelers kopen? Wanneer moet ik ze verkopen? Wanneer zijn ze het goedkoopst? Dit is een teken. Een Argentinië kit. Dit is een teken. Het kan niet anders. Oké, het is bijna zo goed als zeker. FIFA-goden, die zijn met ons gestemd. Maar ik kreeg heel veel de vragen. Oh, wanneer moet ik mijn team verkopen? Wanneer moet ik mijn team herkopen? En dat vond ik heel lastig. Het bleek dus nu achteraf dat de spelers voor het Team of the Year, dus vorige week, niet afgelopen woensdag, de week daarvoor, dat ze het goedkoopst waren. En dat is erg zonde, want ik had bepaalde spelers willen kopen. Zo voor Poke FIFA als in de toekomst. Als bepaalde legends die ik graag een keer wilde gebruiken. Uiteindelijk heb ik ze gisteravond gekocht, omdat ik dacht dat ze gisteravond, Doumbia, het duurst zouden zijn. Dat blijkt nu ook wel een beetje. Maar sorry, op het moment dat jij een vraag aan mij hebt gesteld en iets hebt gedacht in de trend van, nou, misschien kan hij wel antwoord geven. Maar ik heb dus zo ontzettend veel vragen gekregen de laatste tijd. En ik probeer ze steeds vaker te beantwoorden. Maar wat je ook moet weten is, ik heb stage gelopen bij een grote Nederlandse bank de afgelopen 4,5 maand. Ik heb bijna dagelijks geüpload de afgelopen maanden. Dat vind ik zelf best een prestatie. En ondanks dat ik altijd iedereen zijn vragen wil beantwoorden, zijn 100 vragen op een dag gewoon echt heel veel. En ik sta er een beetje onbekend dat ik veel tijd stop in mijn subscribers. Vroeger zei ik dat ook altijd, van ik lees alle comments, dat doe ik nog steeds. Zo krijg ik er soms echt een beetje hoofdpijn van. Slaat, soms lijkt het net alsof er een aardappel achter een toetsenbord is gegaan. Of dat iemand een aardappel had en die heeft het laten vallen op zijn toetsenbord. En dat daar dan een comment uit is gekomen. Maar wat ik de laatste tijd probeer is dus nog steeds te beantwoorden. Dus sorry als ik dat op een of andere manier niet heb gedaan. Dan spijt me dat. Dan zou ik dat proberen, nu ik het wat rustiger heb, alsnog te doen. Ik weet alleen niet natuurlijk alles van FIFA. Ik heb ook momenten waarop ik zelf denk, ik zou willen dat ik dat antwoord weet, want dan was ik miljonair geworden. Iemand vroeg, wat is een goede handelsmanier die je kan doen met weinig coins waar je snel geld mee verdient? Nou, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel dat als ik zou weten wat een goede manier is om snel aan coins te komen zonder er geld voor te betalen, dat ik dat dan zou gebruiken om miljonair te worden en niet om FIFA-video's mee te maken. En daarnaast is het ook zo dat als ik die manier ooit heb gevonden, dat als ik het dan op YouTube zet, dat 40.000 mensen dat ook gaan doen, dus dat die manier verpest is. Logica, zo werkt dat. Ondertussen heb ik 10 35k packs geopend. Zijn we 7000 coins verder. Het is ongelooflijk. Ik heb wel 2 miljoen coins nu. Waar ik een leuk aantal dingen mee kan doen. Darmian is de speler waarmee we deze pack opening afsluiten. Het is ook gewoon allemaal te discarden. Nou, je krijgt in ieder geval wel veel coins voor. Ik zal nog even het team laten zien. Dat ik heb gemaakt. Met de coins die ik via de pack openings. En via mijn eigen coinsponsor allemaal heb gekocht. Om de voorbereidingen te treffen van een Road to. En daarnaast wat andere video's. Ik kan je vertellen, ik heb het land van Colombia natuurlijk gedaan. Ik heb Captain America natuurlijk gedaan. Dat vond ik superleuk video's om te doen. En er gaan ook andere video's uitkomen. Ik heb Zanetti, de speler die ik aan het begin van FIFA zo ontzettend graag wilde kopen, eindelijk gekocht. Ik heb eindelijk de stap genomen en mezelf overtroffen. En zoals je ziet, ik heb hem zaterdagavond, heb ik hem gekocht voor 400 nog iets. En zoals je ziet, is zijn goedkoopste nu 460.000. Die is al gestegen. Ik heb Sergio Moyboy Tuimo Ramos opnieuw gekocht. Samen met zijn oudere versie, Fernando Hierro. Suker heb ik gekocht voor ga ik dat spoilen? Nee, misschien het land van Kroatië. Lekker kroelie met roelie, maar dan met Kroatië. En natuurlijk Suarez, die was geëvalueerd, heb ik ook gekocht deze week. Die heb ik gekocht voor 600.000-700.000. Heel veel mensen die weten dat natuurlijk niet. Ik krijg serieus comments van mensen die zeggen, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je Suarez laten evalueren? Hoe heb je dat? Hoe kan dat? Moet je dan IE contacteren of zo? Ik denk van, nee, het is gewoon zelf gekocht. Maar die heb ik dus ook gekocht voor 700.000 coins. Die is nu 900.000 coins waard, jongens. Ik ben die masterhandelaar.
En hiermee ga ik misschien een paar video's maken als jullie dit leuk vinden. Als jullie nog suggesties weten, wordt dat super gewaardeerd. Inmiddels heb ik een video gemaakt waarin ik denk ik 2 keer heb geknipt. Dat is nieuw. Ik denk dat het best wel goed geslaagd is. Ik denk dat mijn plan gelukt is. Ik ga dat misschien wel vaker proberen. En dan is het best een prestatie dat je 10 minuten vol weet te lullen. Ik heb hier ontzettend veel zin in om deze te gebruiken. Ik moet nog een paar dingen ervoor kopen en dan is het af. Dan wordt het Casey Neistat 2.0. Dan kan Sjaak Sjaak Samber vlogs allemaal kijken en daarvan leren. En voor de rest wil ik jou ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leukere video vond. Ik hoop dat er heel veel vragen voor jou zijn beantwoord. En ik ga proberen zoveel mogelijk comments te beantwoorden in deze video. Vergeet me niet te volgen op Twitter en op Instagram. Sowieso voor het komende weekend wordt daar heel veel op gepost. En ik zal de link naar die poll in de beschrijving achterlaten. Mensen, je wordt bedankt voor het kijken. En ik check jullie later. Ciao gasten.